We zitten gezellig in de lagen. En weet je decadent toen? Ja, zeker weten. Ik ga in de Whirlpool. Ja, ga even... Wij gaan samen in de Whirlpool. Ja. Wat zei ze nou? Eerst in het zwembad, dan de Whirlpool? Eerst in het zwembad. Het is Koningsdag! Koningsdag! Yay! Bijzondere koolhydraatarme chocoladetruffels. Welkom bij een nieuwe video. Nou, zoals jullie kunnen zien gaat het met mijn ogen een heel stuk beter. Dat zalfje van de arts is echt een wondermiddel. Ik heb er ook veel minder last van, veel minder pus. Ik kon vannacht gewoon mijn ogen open doen. Dat was ook fijn. Zonder dat ze helemaal vastgeplakt zaten. Kill germs! Ik heb nog wel even mijn mascara afgelaten. Maar verder, stukken beter in ieder geval. Hè? Zeker. Wij zijn onderweg naar... Kijk, ken je weer. Ja, dankjewel. We zijn onderweg naar Rotterdam. Want mijn motor heeft een beurtje gehad. Ik moet het even zeggen. Even een beurtje. Even een klaar beurtje. Een beurtje. Ja. Een nodig dan? Een lieve collega van Sergio, die heeft daar een hobby in. En anders staat er gewoon even een gans midden op de weg. En die... Oh ja. Oh mijn god, die lopen schreeuwen. Zo... Ah, wat de hel was dat dan? Nou ja. Je moet aan die film denken, Beep. Ja. Met die gans. Sorry. En gewoon blijven staan, hè? Gewoon blijven staan. Maar die heeft de motor dus flink onder handen genomen. En dat bedoelen we niet... Gewoon eventjes de olie gecheckt en dat soort dingen. Nee, gewoon... Ja, we krijgen een nieuwe motor. Krijgen bijna een nieuwe motor, blijkbaar. Dus super excited. Ik ben benieuwd. We hebben een nieuwe tas aan de zijkant. Ja, nieuwe want beugels. Die vielen er bijna af. Ze zit inderdaad vast. Het tasje aan de voorkant is er ook af. Ja, dat Sint-Bernard tasje. Zo... Ja, de zijkant is aangespoten. Ja, al had chromes gespoten en hij ging ook nog op zoek naar nieuwe banden. En die hebben we nu nog niet gevonden. Nieuwe velgen toch? Ja, banden. Ja, als in de volledige band met velg. Ja, want die was te ver heen. Zo. Oh. Bijna op slag gemist. Maar ik ben echt super benieuwd. En hopelijk kan ik dan zelf ook in de zomer wat meer gaan rijden. In ieder geval als Jesse Silver met Sergio mee is, dan kan ik ook de motor pakken. Ja. Ben ik niet goed? Oh, kijk hem shine dan. Jeetje Mina. Wauw. Leuke tassen. Huh? Zo, kijk hem shinen dan. Hoe dan? Ja, zeker leuke tassen. Geweldig. Zo, nou, Jesse Silver is helemaal oud. Ik weet niet hoe die nou is gaan liggen, maar zo te zien heeft hij ook weer die gordel weer niet over zijn schouder gelaten. En dan lig je er op een gegeven moment zo bij. De gordel is natuurlijk weer van zijn schouder af. Helemaal daarom goud. Ligt hij zo. Dood hier weer. Ja, maar echt hoor. Zo, ik stond hier. Wij zijn in de sauna, in een wellness, in... Het oude huis van mevrouw Blokker. In Laren. In Laren.
Zit hij in laren of zit hij in blaren? Nee, laren. Nee, we zitten in laren. Nee, we zitten in laren. We zitten gezellig in laren. En weet je decadent doen? Ja, zeker weten. Ik ga in de Whirlpool. Ja, ga We gaan samen in de Whirlpool. Ja. Wat zei ze nou? Eerst in het zwembad, dan de Whirlpool? Eerst in het zwembad. Ja. Dan de Whirlpool. En dan de sauna. Ja, en jij? Je kan maar even zien waar we in beland zijn. Ja. Ik geef maar even een tour. Heb jij maar even... Oh nee, jij moet ook nu aankleden. Nou, ik geef wel even een tour. Ja. Oké. Okay. Nou, dit is dus het zwembad. Daar op 12 uur zit een knopje voor de streams. Ja. En dit is dus het oude... Serieus? Het oude landgoed van de familie Blokker. Of in ieder geval mevrouw Blokker. Want dat waren haar... Daar, ja, dat waren haar hondjes. En hier zijn allemaal muurschilderingen van wat er eigenlijk buiten allemaal te zien is. Dus dat heeft ze naar binnen gebracht. Superleuk. Daar hebben we... ons bubbelbad. Hier hebben we ons eucalyptus stoombad. Hartstikke lekker. Daar gaan we zo meteen in. Maar als we daar eerst in gaan en dan in het zwembad, voelt dat hartstikke koud. Dus dat gaan we niet doen. Hier is het zwembad. Sauna. Dat ruikt naar hout. Daar hebben we onze bar. Moet ik even je telefoon nog connecten? Dan ga ik even lekker muziekje opzetten. Daar hebben we een lekker lichtbed. Daar kunnen we naar buiten. En een of ander gigantisch landgoed. Ik weet niet waarom ik dit zeg. Maakt ook niet uit. Fuck it. We gaan gewoon verder. Ik ga mijn zwembroek aan doen. Lekker. Ik ga samen zo doen. Ja. Inmiddels buiten gedoucht en wel. Ik heb een beetje een schrale kop. Maar we gaan even een wandelingetje maken. Want dit landgoed is namelijk super oud. 2,1 hectare groot. En er gebeurt hier van alles. Er loopt hier een hele pergola. Die loopt helemaal door. Naar uiteindelijk een stel bomen die ook weer kruisen. Dus allemaal in de schaduw. Want het schijnt dus dat vroeger blanke mensen wilden graag blank blijven. Dus niet in de zon zitten, want dat was helemaal niet chic, zoals we dat tegenwoordig wel graag willen. En daardoor dus zoveel mogelijk in de schaduw wilden blijven. En dat lukte hier door de pergola en de bomen. En dan kun je dus een hele wandeling maken. Daar heb je dus allemaal tuin, daar heb je tennisbanen. En hier heb je allerlei kunst en schilderijen en beeldhouder. Dat is Monique Dingemans. Monique Dingemans, kende wel. Witte nog? Witte! Ahaha! Ah, ah. Niet doen, afblijven. Een beetje afgebladderd. Moet hij er aan zitten, hè? Ik kan niet meer aan zitten. Aan zitten. Ja, ik vind het wel mooi. Dit wordt terug in tegen mezelf, die daar ver weg is. Hé, hey, Nel! Vol met druiven hangt, is dat echt super mooi, man. Ja. Ik denk niet dat dit druiven is, maar. Nee, sowieso niet. Zonder meer, niet. Ja. Wel. Ja, ik wil weten wie er in je hoofd doet. Ja. Dus, dinges, Norbertus. Ja, dit is Nelus. Nelus. Jannes, Henk. Oh wauw, dit is wel gaaf hè schat? Ja, ik zei als dit helemaal vol staat met water, is wel super vet, ja. Water? Ja, daar is het. Ja, daar. Hier niet? Nee, hier niet denk ik inderdaad. Nee, dit. Gaaf geweest. Ja. Vijver. Ja, mooi. Oh, dat is wel een grote pot. Ja. Groot genoeg voor onze palm. Ja, ik zou het niet willen omhouden, hoor. Een hele goede morgen. Het is Koningsdag. Koningsdag! Yay! We zijn... daar ben je. We zijn vrij. Ja. En we gaan even wat leuks doen, hè? Ja, en we gaan even de konings... De koning is van Nederland is jarig. Ja, inderdaad. Ja, en dus dan viert heel het land natuurlijk mee, hè? Ja. Dus dan zijn er leuke dingen te doen. Ja. Wij gaan met de fiets, gaan we mijn moeder ophalen en dan gaan we door naar de Fred, dachten we. Nee. En dan gaan we even kijken of daar wat leuks te zien is. Ja, dan kunnen we daar spelen of
ofzo. Ja, spelen ofzo. Misschien is er wel een kermisje. Misschien kunnen we iets kopen bij de kindjes hier. Bij de kraampjes. Help mij! Nou, help. Let's go! Let's go! Fietsen vanaf hier. Op de heenweg ging ik op de elektrische fiets. En toen hebben we daar toch echt wel... Hoe lang hebben we daar rondgelopen, schat? Ja, 3,5 zeker. 3,5 uur rondgelopen. Zeker. Nou, Jesse die heeft wel een leuk overhemdje gescoord. Voor maar 3 euro. Ja, die zag ik van de Zara. Ja. Dus dat was heel leuk. En op de terugweg ging ik op de gewone fiets, op de postcode loterijfiets. En zo. Toen moest zij hem op een gegeven moment toch wel een paar keer eventjes voorttrekken. Maar Jessie is ook helemaal oud. Die had het helemaal gehad. Dus die ligt lekker op de bank. En we dachten de hele tijd, oh, op de heenweg zagen we een lekkere worst. En toen dachten we, die gaan we zo halen. En toen waren we dus op de terugweg, en het was op het einde van de terugweg, waren de worsten uitverkocht. Dat was even een tegenvaller. Dus we hebben nu ook in totaal denk ik maar 1 bekertje met smoothie op. En voor de rest niks. Dus ja, dat voel ik nu ook wel. Ik ook, ja. En niet zoveel gedronken, dus de hoofdpijn begint ook een beetje. Maar goed, we zijn thuis, dus gelijk wat water gedronken en even een worstje naar binnen brengen, denk ik. Naar binnen brengen. Naar binnen brengen. naar binnen werken. Ik dacht misschien ook maar even snel dan nu naar de Dirk. Hebben ze daar ook slimpies staan? Aangezien, dat weet ik eigenlijk niet. Moeten we even checken. Ja, ik zie Jessie slaapt en die afhaler die komt pas vanavond, want die is iets aan het doen. Ik denk dat die ook gewoon lekker op stap is nu. Ja, daarom. En verder geen andere bestellingen, dus... Even tijd voor onszelf. Even tranquilo. Ja. Ga maar sporten vanavond. Nou, ik heb wel... Ik vind wel dat ik al gesport heb nu, zo... Toch zeker een half uur gefietst op een fiets die waar ook nog een of andere bobbel in zit. Zonder ondersteuning. Zonder ondersteuning. Ja. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Die steek je maar weer in je zak. Zo is het. En dan plof ik op de bank. Goedemorgen. Good morning. Wij zijn weer op pad. En waar gaan we naartoe, Jesse Silver? Naar de sportschool. Yes. Want wat ga jij daar doen? En wat voor sport? Weet ik niet. Papa, wat gaan jullie doen? Weet je niet meer? Nee. We gaan een ouder kind kickbox training doen. En ik ben erbij als scheids. Ja, ik ga gewoon mee om gezellig te kijken. Maar Sergio die zit tegenwoordig op kickboksen. Nee. Nee, zit op MMA. Echt superleuk. Ze hebben daar handschoenen. Oh. Ja. Maar nu is het ouder-kind dag. Dus dan kan je je kind meenemen. Ja. Dus dat is wel heel leuk om gewoon echt even samen actief bezig te zijn. Ja, dat dacht ik dus ook. Ik denk dat is leuk voor hem, voor zijn energie. En misschien een beetje zelfvertrouwen en discipline. Dat soort dingen. Ja goed, dat gaat niet naar je les. Maar even kijken hoe
ja, hoe die het vindt. Wat is dat elke zaterdag dan? Twee keer in de week. Zaterdag geloof ik en op dinsdag, woensdag. Oké. Okay. En dat is elke keer een uurtje. En als je gewoon lid bent, wat ik dus ben, voor 35 euro in de maand, mag je alle lessen volgen die je wil. Ze doen ook capoeira en jiu-jitsu en taekwondo en judo, MMA dan, kickboksen, gewoon boksen geloof ik, worstelen, olympisch worstelen, ja, ze doen echt heel veel. Zo, is een druk schema. Yoga doen ze ook, aha. Pilates niet denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou, superleuk. Dus we gaan gewoon eens even kijken of het wat is, toch? Zeker. Jesse Silver die had een pittige dag gisteren, want hij heeft natuurlijk eerst even hard gesport met zijn vader. En daarna ging hij lekker naar het strand met zijn vriendje Vaas, waar hij echt uren gezeten heeft. Wij hadden daarna een leuke afspraak met de buren uit de wijk. En ja, daar hebben we een hele leuke, ja, hoe zeg je dat? Klus. Een hele leuke opdracht mee. Bijzondere opdracht, dus daarover later meer. En toen ging Jesse Silver dus gezellig met mijn moeder mee naar Jennifer. En die is in de auto in slaap gevallen rond 5 uur. En die is niet meer wakker geworden. Dus, de kerncentrale was leeg. Zijn kerncentrale was leeg. Ja, van de auto op de bank, van de bank in de auto en tot 6 uur 's ochtends. Dat vond ik dan wat minder. Dat hebben we één keer eerder meegemaakt. En dat was ook mee, ja, voor een verjaardag. Ja. Toen was hij ook zo. Dat was gewoon helemaal op. Maar goed, dat is alleen maar goed, hè. Dan heeft hij zijn energie een beetje kwijtgekund. Maar, the sun is shining. Ja. Ja, nee, het is super lekker weer. Dus de kids zijn weer lekker buiten aan het spelen. Ook hartstikke leuk. En ondertussen is... Ja, ik wil telkens zeggen dat Sergio weer aan de kook is, maar dat klinkt heel raar. Maar hij is weer lekker aan het koken. Ik vroeg op mijn werk, denk, hoe is het met de kookbusiness? Ja, dus ja, Sergio is weer lekker aan het koken. Ja. Waaronder bijzondere koolhydraatarme chocoladetruffels. Ja, ja mensen, je hoort het goed. En dat is het recept van mijn schoonmoeder. Die heeft het natuurlijk ook weer ergens anders van. Maar die zijn altijd zo lekker. En ja, aangezien wij toch weer bezig zijn. Ja, voor de zoveelste keer. We zijn weer bezig. Maar het gaat goed. We hebben nu een andere aanpak. gaat hij dit nu ook maken voor de buurt? Dus even kijken of het lukt. En summer, of het in de smaak valt. Summerproof, summer bodyproof chocoladetruffels. Ja, klinkt supergoed. Ik vertel. We zijn begonnen met 250 ml slagroom met 120 gram erythrol, zoetstof en 4 theelepeltjes vanille-extract. Die hebben we in een pannetje en die gaan we dan smelten.
En dan gaan we hem laten afkoelen. En dan gaan we naar de volgende stap. Ja, maar dat is volgens mij het tricky ding, hè? Dat die eigenlijk snel in de koelkast moet, maar ook weer niet te snel of zoiets. Nee, dat is straks. Oh, dat is straks. Straks als we de slagroom bolletjes gaan maken, zeg maar, dan moeten ze eerst in de vriezer. En dan doen we een stokje erin. En dan gaan ze in de vriezer en dan zijn ze helemaal hard. Dan doop je ze dus hard in die chocolade en dan moet je ze snel in de cacao rollen, zeg maar. En dan weer terug de koelkast in, want anders, ja, anders smelt hij weer. Ja, dus het is nog wel even een handigheidje. Maar ik ben erg benieuwd. En verder, ga jij gehaktballetjes maken? Ja, tomatensaus in gehaktballetjes. Ja, dit hier ga ik croutons van maken straks. Oh, lekker. En ik heb buikspek in die oven. Heerlijk. En we hebben gisteren tijm, honing, peenham gemaakt. Dus vandaag staat er lekker. Oh ja, en ik heb hier nog varkensworstjes. Ja, dat is al veel ook voor ons. Want wij eten gewoon vlees bij het leven en salades. Ja, precies. En als laatste Jessie weer ergens een lekkere chocoladekoekje slingeren. En dan denk ik, Nou, we zijn in ieder geval zo bij jullie terug als die verder gaat met de chocoladetruffels. Zo, ondertussen ligt het chocola in een bakkie. Dat is hoeveel chocola? 300 gram. 300 gram? De puurste chocolade die je kan vinden. Dat is 90 volgens mij, hè? 95. Ja, in het recept staat 75. Oké. Okay. Maar jij wijkt er weer vanaf. Ja, want daar zat veel meer suiker in. Oké. Okay. Dus ik heb nu voor deze gekozen en dan heb ik iets meer erythrol erin gedaan. Dus dat is, ja, moet je zelf een beetje aanvoelen. Nu gaan we voor 320 gram ongezouten roomboter. Die klop je luchtig in de mixer. En als die luchtig is, ga je heel langzaam, beetje bij beetje, de slagroom met de opgeloste erythrol en vanille-extract daarbij doen. Dat maak je dan luchtig. Ja, dat klop je gewoon luchtig. Zoals je normaal slagroom klopt. Als die klaar is, zet je hem heel even in de koelkast. Een paar minuutjes, zodat hij wat kan opstijven. Dan doe je het in een spuitzak. En dan spuit je de truffels op een bakplaat op bakpapier. Die zet je vervolgens 45 minuten in de vriezer. En daarna rol je ze door de cacao. En dan zijn ze eigenlijk door de chocola. Dan meteen in de cacao. En dan zijn ze klaar. Mm. Die chocolade smelt je dus au bain-marie, even in een pannetje. Met warm water eronder. Ja, dan moet het goed zijn. Oké. Okay. Zo. Terwijl Sergio aan het kloppen is met chocoladekoekjes, ben ik ondertussen eindelijk onze picknicktafel aan het drukken. Ben ik eindelijk onze picknicktafel aan het behandelen, zodat die qua kleur mooi blijft. Dus ik heb hem, het is een beetje overbelicht nu. Maar, zo, snel weer naar binnen. Want de zon die schijnt knijterhard. Ik heb hem geschuurd. En ik ben hem nu aan het behandelen om de kleur te behouden. Dus daar was het top weer voor. Ja, hè? En dat moet eindelijk gedaan worden. En ik ben altijd een beetje wisselend met mijn resultaat qua gehaktballen. Nu heb ik aan mijn moeder gevraagd, maar die heeft ze wel altijd super lekker en smeuïg. En om je vingers bij af te likken lekker. Dus heb ik gevraagd, hoe maak jij ze nou? En dat heb ik nu gedaan. En ik mocht absoluut niet roeren, dus dat ga ik niet doen. Maar ik kan wel kijken. Ja, dit is echt super lekker. En hier zijn ze niet gebakken, lekker gerold met wit brood in de melk. En dan twee sneetjes per pond. Beetje parmezaanse kaas, basilicum, peper en zout. Eigenlijk niet meer dan dat. En dan direct in de tomaatsaus. Dus niet eerst voorbakken. Je kan er ook een beetje pesto erin doen. Dat is ook heel erg lekker. En dan gewoon laten sudderen. Oké. Okay. Ze zijn dus niet koolhydraatarm, want er zit wit brood in. Dus wij mogen die helaas niet, maar die lekkere worstjes wel daar, denk ik. Ja, worstjes, buistrek, beenham. Het is inmiddels ook 12:30 en ik begin wel honger te krijgen. Zo, we zijn een stapje verder.
met de popsicles. Ze zijn uit de vriezer. Ja. Chocolade gesmolten. Ja, dan is het dus eigenlijk de bedoeling dat je gewoon heel snel in de chocola gaat. Dan door de cacao. Nummer 1. Een chocoladetruffel. En dat moet je vrij snel doen, denk ik. Ja. Je denkt, dit is een gehaktbal. Nee, het is een chocoladetruffel. En dat gewoon suikervrij, hè? Geloof je het niet, hè? Als je proeft, hè? Ja, super lekker. Ja. Ja, dat zit gelijk in mijn onder. Echt heel lekker. Ja. Hm? Ja. De combinatie van het pure chocola en dan. Ja, die room, zachte room. Zoete room. Ja. Het cacao. Een heel klein knispertje zit er toch nog in het beslag. Ja. Had eigenlijk niet moeten zijn, maar dat vind ik vind het eigenlijk wel heel erg lekker. In het beslag? Oh, dat vind ik ook niet lekker. Ja. Ja. Ja, dat moet helemaal oplossen eigenlijk, maar ik vind het wel heel lekker. Ja. Geslaagd. Bam! En dus met je tafel? Nou, ik heb geen rug meer over. Het schiet gelijk in mijn rug. Want het is natuurlijk best wel onhandig als dat hele ding al in elkaar staat. En je moet dan overal bij komen. Ja, dat is even. Maar goed, ik heb het gedaan zo goed als ik kon. Hij is nu al weer iets donkerder. Dus dat ziet er goed uit. Ik ben er wel blij mee eigenlijk. Ja, toch? Hij heeft in ieder geval een laag, dus dat is fijn. En verder, dan moeten we nog even kijken voor een tuinstoel of een tuinzetje. Ja. Dat we ook even kunnen loungen, beentjes omhoog, lekker in het zonnetje. Even iets van een licht gebeuren. Ja. Die hoeft er dan niet per se te blijven staan of zo, maar dat we die er gewoon even bij kunnen pakken. Maar ja, ik ben er blij mee. Ja, mooi. We hopen dat jullie dit weer een toffe vlog vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En dan zien we jou weer heel graag bij de volgende video. Ciao. Ciao.